Ede gaat over een jonge gast die Wolf heet, gast van 27 jaar, die eigenlijk rondwaalt in zo de gay cruising hotspots, gay sauna, parken, op zoek naar troost en verbondenheid. Het is eigenlijk een soort filmisch portret, eerder dan een echt een narratieve vertelling. En er zat eigenlijk veel meer dialoog in de film, of initieel toch. Maar ja, toen ik bij me ga monteren, met de helft van de beelden, heb ik ontdekt dat er eigenlijk, zowel in het spel als in vele andere aspecten van de film, genoeg informatie zit om die dialoog weg te laten. De film is ook redelijk autobiografisch, in de zin dat ik eigenlijk zelf, als ik net ben gaan studeren, nog heel hard aan het experimenteren was en ook nog, ik denk nog altijd een beetje op zoek ben naar wie ik ben en waar ik voor sta. En ik ben mezelf echt wel, denk ik, op momenten verloren ook een beetje in de wereld van verleiding en seks en drugs en toestanden. In die zin is het wel natuurlijk gemaakt voor een iets matuurder publiek. Allee, je kunt het niet aan jongeren of toch zeker niet aan kinderen tonen. Als je dan een seksscène maakt, ja, dan vind ik dat je dat ook gewoon moet tonen zoals het is. We hebben dat eigenlijk heel vaak gerepeteerd in aanloop van de filmopnames. We zijn eerst begonnen met een choreografie te creëren met de kleren aan. En dan telkens een week later hebben we dan iets meer kleren uitgedaan. Dat is heel belangrijk dat je ook heel goed afspreekt wat er precies gaat gebeuren. Om te zorgen dat iedereen zich veilig voelt. En ik denk dat we ook goed hebben afgesproken van het moment dat iemand het niet ziet zitten of er speelt iets dat ze niet willen doen of whatever, dan konden ze ook gewoon dat aangeven en dan stopten we ermee. Ik begon ook elke casting met eerst een schets van wat ik van plan was. Ik vertelde daar ook automatisch bij dat daar seksscènes in voorkwamen. En dan heb ik eerst gewoon hun reactie gepeild. Daar even over gesproken, van ja, hoe staat jij daar tegenover? Je bent nog altijd aan het werken met twee mensen van vlees en bloed en je kunt wel van alles willen als regisseur, maar je moet ook wel zorgen dat alles veilig gebeurt. Ik denk dat ik gewoon heel goede acteurs heb gecast. Heel fijne mensen ook, die daar niet zo'n spel van gemaakt hebben. En die zich denk ik ook veilig voelden en vrij voelden in de mate van het mogelijke. En ik denk dat er ook wel een bepaalde connectie was die niet gespeeld was. Je kent zo de bekende slagzin, show don't tell. En dat is, ja, denk ik toch wel, daar is deze film toch ook wel een beetje het bewijs van. Cinevox.